Met wie speel je GTA het meest? Met Kevin, Ivar, David en RV, met Jamie, Milan, Pascal en Linktijger. Mijn naam is Joost en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Adventure! Map van de kijker! Jongens, we zijn weer terug bij de mapjes die jullie hebben gestuurd naar het e-mailadres in de beschrijving. Dus stuur je mapjes lekker op. Deze map is gemaakt door Alex en Sander van blijkbaar het kanaal Dutch Gaming Dust en Fast Delay Daily Gaming. Bedankt voor het insturen, map. Ik hoop dat jullie map een beetje leuk is. We hopen dat je het een leuke map vindt. Dat zei ik net. Dus we gaan kijken wat dit voor map is. Het ziet er al best wel cool uit, dus we gaan kijken of het geluid werkt. We horen de anvil, dus ik denk dat het allemaal goed is ingesteld. Regels, 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 regels. Ik denk dat dit de regels zijn, jongens. Het is wel duidelijk. Deze geluid moet aanstaan. Er zit een special effect in. Ja, alles is getest. Dus alles werkt gewoon goed. Niet klagen. Ik ga sowieso klagen dat niks werkt in deze map. Dus bereid je maar voor, jongens. Geniet van de map. Have fun. Yes. Niet je hoofd en ook niet van armor stand afhalen. Ik wil mijn eigen hoofd eraf halen. Ik doe het gewoon. Ik doe het gewoon. Ik heb het gedaan. Kijk nou, jongens. Het ziet er anders uit. Mijn hoofd is 2 keer zo groot als normaal. It's amazing. Wat je in deze map kan verwachten is... Dropper, quiz, doolhof, TNT, redstone en nog een geheim iets. Ik hou wel van geheime ietsen. Alles gelezen, klik dan op de button hieronder. Voordat je begint, er is een storyline of zo, dus gewoon random. Oké, ik ben benieuwd. Wat? Veel plezier met de map. Your game mode has been updated. We zitten in een soort van hokje. Let's go. Wat? Welkom in het doolhof. Vind je weg door de gangen, maar raak niet verdwaald. Pers, er zijn trolls. Oh nee, ik hou niet van trolls. Ah, man, het is compleet donker hier. Oké, waar gaan we heen? Het is nou al best wel awesome gemaakt, holy shit. Oké, wat gaan we doen? We gaan door het doolhof lopen. Bap, bap, bet, boom. De hoop dat we hier weer uit kunnen komen. We zitten compleet vast. Oké, wat is dit? Ah, man, oh man. Oké, dat was niet de goede kant. Ah, wat is dit? Man, oh man. Wat? Ah! Ik dacht dat dit het einde was, maar we worden geblokt door een onzichtbare kracht. Verdomme jongens. Ik dacht echt dat ik er was. Maar dat maakt niet uit, we gaan verder. Daar waren we al geweest. De man heeft hier allemaal bordjes geplaatst. Wat een geniepige gluiperd is het ook, hè, die man. Maar we komen hier wel uit. Yes, ik zie daar een pressure plate. En ik hoorde een random explosie. Man. Dit is niet de uitgang. Wel mooi uitzicht, hè. Het is echt een heel mooi uitzicht. Holy shit. Jezus, wat is dit een lang doolhof. Zeg, holy shit. Wat is dat? Een lever. Ik zag de verborgen lever. Ik hoop dat ik iets gedaan heb. Man, ik heb het einde gehaald. Yes! Oh mijn god, ik heb het goed gedaan. Woehoe! Yay, quiz, jongens, daar gaan we. Oké, welke aflevering was de laatste serie jij kiest op JSS? Oké, jongens, dit is een goede vraag. Een strikvraag. Maar die weet ik. We pakken al de appeltjes, oké. Want het is aflevering 70. Ha! Is het goed? Yeah, het was goed. Awesome. Goed zo! Yeah, ik heb goed opgelet, jongens. In aflevering 70 heb ik een livestream gedaan van Jij Kiest. Voor de wat oudere kijkers van Joost Spotspellen kunnen jullie dat misschien nog wel herinneren. Oké. Welke naam moet je een schaap als nametag geven voor een rainbow? Dat is hij. Oh, ze hebben het onzichtbaar gemaakt dat ik het niet kan zien. Dinnerbone, dacht ik. Is het Dinnerbone? Fout. Probeer het maar opnieuw. Wat? Oké, Dinnerbone was dan dat hij op zijn kop komt te staan, want dat kan ook. Dan Grim. Fout. God damn it, man. Domme. Oké, we zijn weer terug. Nou, dan is het dus wel Jeb. Dat is de maker, de tweede maker van Minecraft die Notch weg is. In Jij Kiest livestream 23 werd een schip gebouwd door... Oké, ik weet sowieso dat iMakeMovies erin zat. Ik weet ook dat Alex erin zat. Dat is dus de maker van de map. Maar Linktijger deed volgens mij niet mee. En Kobus deed ook niet mee. Dus het is volgens mij deze. Is het deze? Goed zo. Yes, we did it. We did well. Oké, jongens, de volgende vraag. Welke pickaxe is sneller op stone zonder enchants? Golden pickaxe, diamond pickaxe. Ik heb wel gehoord over dingen dat gold sneller is, maar dat die sneller kapot gaat. Dus ik ga voor gold. Ik ga voor de gold. Yes, dropper en geen makkelijker. Oké, we hebben het goed gedaan. You can only sleep at night. Yes, oké, nu kunnen we slapen. Zonder dat we neergaan. Ik ben heel goed in de droppers. Dat weten jullie, want ik heb de dropperserie gedaan op mijn kanaal. Oké. We kunnen het opnieuw doen, jongens. We kunnen het opnieuw doen. We springen daarheen. Voorbij dat houten blokje. En there we go, jongens. Ik zeg het jullie. Ik ben de baas in de dropper. Dat is de reden waarom ik niet voor niks fucking dropper geëest heb op mijn kanaal. We volgen het bloedspoor door het ijs. Ding. En we zijn nu hierboven. Oh, nieuwe checkpoint. Oh, oké, we springen al. Was niet de bedoeling. We springen naar het einde. Indy. Oké, we moeten nog een stukje doorspringen.
Maar die is wel te halen. Helemaal aan het uiteinde springen. Oké, niet ver, niet ver, niet ver, niet ver. Yes, we did it. Bam. Hier zo. Klik op de button. Hij klikt op de button. Wat is dit? Generaal Bouwel. Schiet de raket af op de draak en dood hem. Wat? Sla de vijand. Oh, wat? Holy shit, dat is zo dope. Oh nee, zonder van die mooie draak. Yo, dat is zo tof gedaan. Met die fucking... Wat? Holy shit, ouwe. Dat is fucking vet. Damn, dude. Awesome. Super tof gemaakt. Oh, we zijn hier ineens. Bedankt voor het spelen van onze map. Draai je om voor de surprise naar links. Joost, de 100k subs. Oh yeah, draai je om. We hebben veel tijd in deze map besteed. Blijf doorgaan met Joost speelt spellen. Super awesome. Bedankt voor het maken van deze map. Echt, deze was dope. Info Alex. En dit is de info van Sander. Hier is de surprise. Maar eerst lees alles achter wat ik gedaan. JSS voor de win. Woo! Oké, JSS aflevering 50. Livestream, jij kiest. Ter nagedachtenis aan jij kiest en de livestream waar ik de skin niet kon maken omdat ik niet de resources had. Ah, ze hebben de skin gemaakt. Mensen hebben mijn Minecraft skin gemaakt. Want in die aflevering van Minecraft Jackies waren wij tijdens de livestream mijn skin aan het bouwen. En hij kon toen niet meedoen omdat hij geen resources had. Dus hebben we uiteindelijk wel alle resources gevonden en hem wel gebouwd. Maar heeft hij toch nog gemaakt. Thank you. Oh, daar is hier een deur. We kunnen op mijn hoofd. Holy shit. Oh yeah. Bedankt voor deze super awesome map. Ik vond hem echt dope. Als ik hem een cijfer moest geven was dit een dikke 10. Holy shit, die fucking raket met die draak. Baas jongens, super bedankt voor deze map. En op naar de volgende. Aangekomen in de tweede map zien we meteen al een soort van blauw-witte omhulsing hier uit door een heel groot fucking ding. En een varken. Hallo Joost, leuk dat je mijn map speelt. De map is gemaakt door Nick Parlevliet. Dankjewel Nick Parlevliet voor het insturen van deze map. Veel plezier. Regels en settings komen zo. Ga hierin. Okidokie. We gaan even kijken. Oh, pressure plates. Oeh, het gaat dicht. Nice. Nice. Dat is wel cool. Klik hier voor je settings. Boop. Oké, dat is blijkbaar allemaal automatisch gedaan. Super tof. Oeh. Oh, dat was cool. Holy shit. Ik zat te kijken hoe de fuck gaat dat werken. Maar het werkte. Ik werd gelanceerd. Oké, deel 1. Easy parkour. Okidoki. Oh, oké. I did it. I did it, man. Oké, ik moest even rennen voor het goldblokje. Oké, dat was inderdaad best wel easy. Spawn point. Nice. Thank you for that. Deel 2. Dolof. Het is best wel cool gedaan. Holy shit. Parkour was inderdaad wel wat makkelijker. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon een random kant uit. En we zien wel... Of we eruit komen. Dat is altijd een beetje mijn strategie met doolhoofd. Ik loop altijd gewoon een random kant op. 9 van de 10 keer duurt het altijd heel erg lang voordat ik fucking doolhoofd uitkom. Maar soms heb ik zijn bij het geluk dat ik het echt gewoon heel snel haal. Zoals nu. Want ik denk dat dit... Oh, het is een 2 level doolhoofd. Fuck, we moeten nog een stuk verder. Ik denk, ik heb het gehaald. Maar we zitten pas op de tweede verdieping van dit doolhoofd. Dus we gaan weer verder. Kijken of we er nu wel weer uit kunnen komen. En... Oh, er is een trap naar beneden. Moeten we weer naar beneden? Kunnen we niet verder omhoog? We kunnen niet verder omhoog. Fuck. Yo, ik was er net. Of is dit niet de bedoeling? Einde. Ik heb geen idee hoe ik dat gedaan heb, maar dat maakt niet uit. Ik ben eruit. Spawnpoint. Ik weet niet waarom, want we hebben geen enkel moment gehad dat we dood konden gaan. Oh, wacht. Lava parkour. We hebben wel een moment dat we dood konden gaan. Ja, we gaan niet door de hekjes heen. En we gaan daarheen. En daar. Wel handig dat jullie die hekjes hebben neergezet. Anders kon ik vet afsnijden. Dus dat is wel goed voor jullie. Geel blokje. Testing facility. We zijn in portal balans, jongens. Wat gaan we hier doen? Testing 1. Oké. Gooi de voorwerpen op beide pressure plates. Ik vind het helemaal mooi. En dat is 1. En ho. 2. Yay, we did it. Testing facility 2. Oké, daar gaan we. Wat is dit? Start. En die zijn bordjes. Druk op start en druk op de tijd. De knoppen en draai de rails. Oké, we zijn weer terug. We hebben even een minecartje gespannen, zodat het in ieder geval wel werkt. Oh, I fucked up. Oké, wacht. I know what to do this. Dat is 1, 2, 3. Oh man, I fucked up again. Oké, opnieuw. 1, 2, 3. Yes, I did it. We gaan naar testing 3 die nu open is gegaan. Maak de buttons met pijl en boog. Raak de buttons met pijl en boog. Oké. Thanks voor de pijl en boog. Daar gaan we. De buttons moeten even raken. Moeten we wel goed schieten. Dat is 1. En dat is 2. En dat is 3. Ja. Wow, we werden compleet geteleport toen we dat raakten. Oh shit, we zijn hier gewoon hierachter geteleport. Dat is fucking cool. Spawn point. Yo, deze map is awesome. Oké, cylinder gyms. Let's motherfucking go. En dan het einde. There we fucking go. Jezus, dat was nutteloos. Maar oké, crafting puzzle. Hey, dat vind ik altijd zo leuk. Oké, klik hier om te beginnen. Gooi hier het item in. Pers, het is er maar 1. Wat welk item verwacht je van me? Moet hier een boom staan? Ik kan niks. Ik gooi een item in. Oké, we zijn nu in het volgende stuk. Ik weet niet wat ik erin gooide. Hier is de mapstuk. Ik weet niet of dat hoort. Cool. Moet ik dat erin gooien? PS, het is er maar 1. Oké. Cleared inventory van Joost. Thanks. Moet ik nu nog een coalblokje ingooien? Wat gebeurt hier, jongens? Mijn inventory is weg ineens. Ik kan niks doen. Ik kan dit niet eens kapot maken. Yo, wat de hel? Waar moet ik heen?
Oh, there we go. Ik zat te kijken van, waarom the fuck werd ik niet geteleport of zo? Dat was retarded. Oké, wacht. Oké, we krijgen een koe hier. Gooi hier het item in. Wacht. Oké, nu krijgen we sugar canes. Oh, wacht, we moeten denk ik een boek maken. Het is best wel onduidelijk, want jullie vertellen me niet wat ik moet maken. Of moet ik wat anders maken? Oh, ik denk dat ik een... Ja, dat gaat stuk. Oh, wacht, hang on. Ik zit in fucking game mode 1, of course. Slim Joost. Ik moet denk ik een enchanting table maken. Het is wel handig als jullie de volgende keer even vertellen wat ik moet maken. Want ik had echt geen idee wat ik moet maken. Het is wel irritant dat je altijd die dispenser hoort afgaan. En zo, dat was alle obsidian. En nou moeten we, als het goed is, eerst een boekje maken. En dat kan met ladder, maar dan moeten we nog wat meer queer killers laten zien. Dus gun een broeder een koe. En geef me dat ladder. Dan kunnen we zo doen. En zo. En zo. En dan maken we geen boek. Oké, we zijn weer terug. Want blijkbaar ben ik gewoon fucking retarded. En het enige wat we hoefden te doen was 1 ladder hier en 3 papier daar. Weet ik veel. Het maakt ook niet uit. We hebben een boek. En nou moeten we dus die enchanting table maken. Waar ik echt geen idee van heb hoe we dat moeten maken. Ah, there we go. Enchanting table. En die moeten we nou hierin gooien. En het werkte! Yay! Oké. Het was een beetje stuk op sommige plekken. Zoals er had een gat in de muur. Ik weet niet waarom dat was, maar dat maakt niet uit. Ik ben er doorheen gekomen. We zijn nu bij deel 7. De Mob Arena. Klik hier om te beginnen. Klik hier voor je gear. Ik wil gear. Holy shit, we hebben gear. Nou, laten we beginnen, jongens. Oké, wat is dit? Mob Arena. Oké. Heel veel zombies. Heel veel zombies. Ik zat al te kijken waar ze uitkomen. Fuck you, zombies. Fuck you, zombies. Ga neer. Oké. Ik denk dat ik klaar was. We zijn bij de quiz aangekomen. Vraag 1. Hoe heette Minecraft in de eerste versie? Cave game, block game. Cave game? Yay, dat is goed. Vraag 2. Dat wist ik trouwens echt totaal niet. Dat was echt een wilde gok. Vraag 2. Wat is de echte naam van Notch? Die weet ik, want ik volg hem op Twitter. Oké, vraag 3. Wat is het logo van Mojang? Is het het logo? Dat was sowieso een draak. Het regent lekker, jongens. Heerlijk. Gefeliciteerd. Je hebt de map uitgespeeld. Kijk nog maar even rond achter de schermen. Map gemaakt door Nick Poilevliet, Dr. Pinda. Dankjewel, Nick, voor deze super awesome map. Hij was fucking vet. Ik vond hem echt dope gemaakt met alle command blocks en hoe alles in elkaar staat. Ook lekker lang. Super dope gemaakt, echt jongens. Ja, komen we bij de derde map, jongens. Hallo Joost, in de map die ik heb gemaakt zitten verschillende parcours, quiz, doolhof en een einde. Regels, niet cheaten, geen blokken breken, game mode wordt automatisch gedaan, command moet aanstaan. Als je wilt weten dat de command aanstaat, stap dan daarop. Hij doet het. Awesome, ik vind het altijd zo tof als er zo'n tekst in het midden komt. Dat is echt cool, niet schrikken. Dat ben ik, die steeds een beetje omhoog komt. Wat doe ik daar? Hij glitst een beetje, denk ik, maar dat maakt niet uit. Oké. Map gemaakt door AJGames99. Bedankt voor het insturen, AJGames99. Oftewel, Arjan doet alles. Het start dan staan hier. Wat is dit? We hebben Link Tiger's hoofd gekregen. Oh yeah, look at me. I'm being Link Tiger as fuck. Holy shit. Ik ben kawaii as fuck. Yes, we hebben Link Tiger's hoofd nog op. Oké, your game mode has been updated. Oeh, awesome. We zijn nu in puur natuur. We hebben een parcoursje door de normale biome heen van Minecraft. En dat vind ik altijd wel wat leuker. Dat is wat minder kaal. Yay, ik heb het gehaald. Oh, ik moest hierin springen. Het was niet echt duidelijk. Wow, trampoline. Dat wist ik niet. Ik wist niet dat dit de tweede trampoline was. Ik zit in game mode 1, dus we gaan hier wel doorvliegen. Maar oké, cool. Op naar beneden in de cave. Ik zie daar redstone lopen. Ik weet niet wat de bedoeling was. Oh, hallo zombie. Goedemorgen. Ik schrok daar niet echt van, maar hi. Sokje of niet? Nee, sorry. Het is hier niet gelukt. Nu de quiz. Your game mode has been updated. Oké. Met wie speel je GTA het meest? Met Kevin, Ivar, David, RV. Met Jeremy, Milan, Pascal en Link Tiger. Dat is duidelijk met Kevin en David. Ga beter kijken naar YouTube. Mooi, dat is echt retarded. Waarom kan je zo'n vraag stellen? Dat is echt... Oké, maakt niet uit. Wie zijn hoofd is dit? Mario. Met Sammy en Mario. Wat krijg je als je een boot laat crashen? 2 sticks, 1 plank. 2 sticks, 3 planken. Volgens mij dat. Yes. We moeten nu de glowstone volgen van die man. We konden eigenlijk net gewoon in één keer doorlopen naar de parcours. Maar dat maakt niet zoveel uit. We lopen gewoon lekker over de glowsteentjes heen. Knor, knor. Ik sla jou 1 keer. Knor, knor. Oké, we zijn nu hier. Je mag kijken. Oeh. 1. Oh, dat is het JSS. Woe! Dat is mijn logo. Hoi. Sorry, ik ben niet zo'n goede bouwer. Ik vind hem wel awesome, weet je. Je hebt hem toch effort in gestoken. Het zit er wel kwaad. Hij is alleen vierkant. Ga naar beneden. Okidoké. Hoi. Oké, dat ging goed. Doolhof. Het is een doolhof op mijn channel logo. I like it a lot. Ik had hier geen zin meer in.
YOLO waterpolo, sorry dat ik de regels gebroken heb. Maar ik had er geen zin meer in, we gaan gewoon door. Fuck the door of yo. We zijn in ieder geval beschermd voor de regen. Oké, waar gaan we heen? We worden geteleport naar een random locatie. Ja, we zitten in het zand. Druk op de button. Oké, mag ik los? Dit was het einde van de map en ik had beloofd een verrassing. Joost van het spellen is de beste, Link Tiger ook. Ik heb zijn hoofd nog steeds op. Woo! Druk op de button. Ik ga eerst hier op drukken. Joost, bouw of wat je doet, raak de button niet op het zand. Ik doe het. Leuke verrassing. Woo! Hop! Is hij opnieuw? Volgens mij spawnen ze steeds opnieuw. Wat een onzin. Oh man, ik ga neer.